Deze knop door je terug uit filmen. Nou, ja, goed zo. Goed gedaan. Dat is wel een mooie. En wat is geflekt, hè? Goed voor de zekerheid nog even voeren. Nog wat in. Ja. Ik denk dat hij zich niet als was knap. Ja, hoor. Echt? Ja. Oh, geweldig. Mag ik hem nog even bijna haken? Is dat ook goed? Ja, als hij dat is, dan gaan we hem niet hebben. Oh ja. Ja, hoor. Toch? Met alle kinderen. Nee. Mooi, hè? Ja. Ik heb nog één. We gaan weer naar achter voor het tweede lam. Deze is gezond. Of gezond, maar hij leeft. Rustig. Het was toevallig dat je er was. Ja. Dat is wel heel saai. Nou ja, oh sorry. Ik vind nu iets te veel. Niet zo ver durven gaan, denk ik. Alles komt toevallig. Ja, dat hoopte we ook. Ja. Okay. Trotse mama. Ja, precies. Dat je komt ook al, hè. Dat je weer meenemen, was hè. Kijken of hij de zon maakt. Ja. Of die er gewoon zo uit komt. De weg is vrijgemaakt. Hij zit er vlak voor, hoor. Ja, dan is ze ook even. Ja, maar ze is nog bezig, hè? Waarom? Ja. Nu de tweede heeft. Het is niet voor niks dat er even wat tijd tussen zit. Nou, ik ben hier nog even, anders dan... Dat is geweldig. Nou, ja. Ja, we weten nu ook dat we het zelf... Maar het was een beetje de vraag of we erin moesten gaan of niet. Nou ja, het duurde wel een beetje lang, hè? Ja, hij zei al dat... Nou, ik zie de rekening wel. Ja, het is heel leuk. Ik vind het altijd leuk. Ja, ik vind het ook prachtig.
Deze komt achterstevoren, of niet? Goed zo. Zo wat, daar zit ze te drukken. Ja, dat gaat niet meer met de kamer. En nog eentje. Die leeft. Die leeft. Ja, is toch belangrijk. Ik ben nog even in de buurt hoor. Ja. Dus, ik zal toch geen gekke dingen doen. Nou. Een hele rit is dit. Ja. Kijk eens. Zijn er nog een? Mooi hoor. Ja, mooi hè? Moet je handen pakken om het droog te vrijen een beetje? Nee, dat doet de mama. Dat gaat hartstikke goed. Ja, die heeft hem aangedaan in slijm uitgevoerd. Ja. Ze is nog wel, of niet? Hè? Dat kneep ze zo nog samen, of hoort dat ja, nog? Na de geboorte moet het er ook nog uitkomen. Nou ja, anders komt het toch vanzelf, toch? Want het is nu al open, dus... Nee, ze dachten ook niet dat het er twee zouden zijn, hè? Ze zijn ook wel heel klein. Ja. Nou, ik zou die lamp wat lager hangen. Ja. Dat, maar als dit klaar is, hoor. Nu nog niet. Dat is het opeten, hè? Schijnt heel gezond te zijn ook, hè? Voor... Ja, gefeliciteerd, mama. Maar hoe kom je dan bij haar dan? Er zit een man op de bank en die zegt van hoe gaat het met de geiten? Want die wist dat ze bezig was. Ja. Ik zeg nou ja, het duurt allemaal te lang. En toen zei ik ga even bellen. Ik zeg, oh, we moeten wat. En, nou, toen kwam ik terug, zegt hij, er loopt hier een dierenarts rond. Die loopt in de wei of bij de weide. Oh, oké. Okay. Ik zeg, oh. Dus ja. Ik vraag, wil je eens aanwijzen wie dat dan is? En dus hij wijst er aan. En dus ik zeg, god, ben jij dierenarts? Ik zeg, we hebben een probleem met de geit die nu wil... van de geboorte niet opschiet. Dus ik kan wel even kijken, maar zij is voor kleine huisdieren. Dus zal je zien tijden geleden dat ik het heb gedaan. Ja. Ik kan wel even voelen. En dan durf jij nog te zeggen dat ze vallen. Eet je niet de navelstreng op, Flora? Ze is wel heel fanatiek bezig daar. Ik zat ook zo te kijken van...
Je moet nog wel even je nageboorte doen. Ja, maar dat komt onder, ja, ik weet niet wat het is hoor. Het is ook dik, of niet? Of zit er niks? Nee. Nee? Het zal een nageboorte zijn. Nee, is het geen... Kijk, ik durf nou niet nog verder te gaan. Nee. En anders gaat het ook vanzelf, want ik bedoel, hij is nu al open. Ja. Maar het leek zo dik. Laat een naveltje maar even in rust. Hier, doe mijn pootje. Zo. Die had ook best wel veel vochten, want die bewoog niet meteen. En die andere die bewoog wel al meteen. Kijk, nu gaat hij ook bewegen. Er zit al bij over elkaar heen. Zit al een tepel te zoeken, of niet? Ja. En daar staat je. Het zit wel aan de verkeerde kant, heb je het in. Dus even daarbij leggen. Oh, deze is bijna alweer vol. Kan dat? Ja, waarschijnlijk dat die batterij zo.